Ja. Focus, thanks. Ja. Ik ga vandaag weer een day in the life doen. En vandaag is het een schooldag. Dus vandaag gaan... Alleen, niet we, maar ga ik naar school. Ik weet niet hoe dat ik ga vloggen. Ik ga proberen. En ik weet zelfs niet of dat deze idee van mij iets gaat worden. Want ik in publiek filmen is niet zo gemakkelijk. Maar vandaag heb ik dus wiskunde. En ik ben vroeger moeten opstaan omdat ik nog van alle foto's heb moeten maken. Voor Daniel Wellington. Ik zet hier beneden alle informatie wat dat jullie moeten weten over deze horloge. En jullie kunnen mijn kortingscode gebruiken DW Morgan voor 15% korting. Thank me later. Gisteren heeft Meike frit gemaakt en nu riep mijn broek naar frit. Dus thanks Meike. Voor de mensen die het nog niet weten, die mijn verhaal niet hebben gezien, ik ga proberen volgend jaar politieschool te doen en mijn boek is aangekomen om mij voor te bereiden en pray for me dat ik door de selectieproeven raak, want ik ben bezig zelfs met mijn theorie van auto en daar raak ik nog niet eens door, dus... Ja, eigenlijk moet ik deze niet eens meepakken, maar moet ik mijn pennenzak nemen? My bag is packed. Ik weet echt niet of ik op school ga vloggen, want dat is fucking awkward. Ik moet nu nog eerst een paar foto's gaan maken voor de kleding dat ik van La Vida Fashion heb gekregen. Daar gaat mama mij mee helpen. Dit is de outfit die ik van La Vida Fashion heb gekregen. Je zult me zelden in een kleedje zien. Maar ik moet eigenlijk meer doen, want het is wel leuk. Ah, op mijn klerenbaloe! Typisch! En wel. En wel. Ik ben dus een paar foto's gaan maken. Ik denk dat ik die pull ga aanhouden, omdat ik mijn broek ga aandoen. Want het is echt super koud. Jullie kunnen de foto's zien op mijn Instagram story. Op mijn Instagram. Binnen een uur moet ik vertrekken naar school. Ja. Ik heb echt geen zin. En ik weet niet of ik moet aandoen of ik dit zou aanhouden of niet. Want soms is het daar super warm in de klas. Dus ik denk dat ik iets anders ga aandoen. Weer. Ik ga nu de foto's die ik net heb gemaakt editen. Zodat ik die kan plaatsen. En dan straks deze avond ga ik ook nog iets van Daniel Wellington aan plaatsen. En ik weet zelfs niet of ik op school ga durven vloggen. Want ik ben zo'n meet. Dus. Binnen 10 minuten vertrek ik naar school. Ik heb echt totaal geen zin. Ik heb echt nood aan een dutje. Ik ben onderweg naar school. AKHL. Ik hoop dat ik ga kunnen filmen. Want als die leerkracht ja, dat ziet. Of als hij dit gaat zien. Je moet toestemming geven hè, dat ik je mag filmen eigenlijk. Geef je toestemming. We hebben net wiskunde gehad en jij hebt mij nog nooit niet zien vloggen. Ja, tuurlijk niet. Oké, nevermind. Ik ben echt dood van school, hè. Ik zweer het, hè. We hebben wiskunde gehad, we hebben super slechte punten. Daarstraks toen ik aan het vloggen was, had ik gezegd dat ik niet ging filmen in de klas. En dat heb ik ook helemaal niet gedaan. Het is gewoon awkward. Want ja, nu zit er ook altijd iemand naar mij te kijken terwijl ik aan het vloggen ben. Maar ik ga nu naar huis, want het is gedaan. Maar als ik dat nog eens doe, dan ga ik wel in de klas filmen, maar niet bij wiskunde. We hebben gewoon opdrachten gemaakt en dan hebben we testen gedaan en zo. En ja, dat is alle. Iedereen gebeurt. Zoekt echt hard. Wil jij iets zeggen in de vlog? Als je kunnen krijgt van een leerkracht die het niet kan, dat is sowieso geboost. I'm back home. Changed. Comfy. Er zijn twee pakjes aangekomen, dus we gaan even unboxen. Ik weet wat erin zit, want ik heb het zelf besteld. Nieuwe shoes. Yay. Lutje, ik heb nieuwe schoentjes. Ik heb die schoenen echt al heel vaak gekocht, maar in andere kleuren altijd. Maar die zitten echt super goed. En die waren in promotie, dus daarom heb ik die gekocht. En dan het volgende... is van AliExpress. Want de post is aan het staken. Ik krijg amper pakjes. Oeh, eindelijk. Yay, I'm happy. I'm happy girl. Ik heb niks gevlogd op school vandaag. Ook ten eerste omdat dat eigenlijk niet mag. En ten tweede, ik kreeg al preken genoeg. Maar wat ik nu nog gewoon ga doen is niks. Eten, inderdaad. Ik ga nog een foto posten voor Daniel Wellington en op mijn story. En, hey mama. En dan ga ik nog plannen voor morgen, want morgen is de birthday party van Leonard Wolfs. Wil jij nog iets zeggen tegen de kijkers? Wie weet zit jouw
vrouwtje wel te kijken naar jou. Oh, ik weet niet wat er overkomt. Dan ga ik misschien ook nog beginnen aan mijn mindmap voor school. Want tegen volgende week donderdag moet ik iets inleveren. Ik heb echt nog nooit niet gevlogd. Zo day in a life school style. Maar vandaag sukte alles echt. We hadden statistiek. Komt wel goed, I guess. Hè, mama? Mijn kamer is één puinhoop. Kun je even mijn platenspeler opstaan? Nee. Let's play some music. Mijn kamer, ik moet die echt opruimen eigenlijk. Ik weet niet waarom ik zo hyper ben. Ik heb zoveel plannen. Ik ga nu mijn foto's bewerken voor Daniel Wellington. En gewoon in mijn bed chillen, muziek luisteren. Ik heb net gegeten. En ik ben moe. En ik heb mijn Instagram story... Oh, mijn mond hangt nog vol. Ik heb een foto geplaatst op Instagram en op mijn story en zo. Ik ga die zeker uitchecken. Ik zet hier beneden ook nog informatie over de horloge en zo. Dus ja. Ik ga nu nog mails beantwoorden. Dus ik ga hier de vlog afsluiten. Ik weet eigenlijk echt niet wat voor video dat dit gaat worden. Maar als jullie meer van die video's willen zien van Day in the Life, reageer hier beneden dan. Want ik zelf vind dat ook heel leuk. Om te filmen. En ik denk dat ik echt de hele tijd in mijn scherm heb gekeken. Dus sorry daarvoor. Like, subscribe, deel en al die dingen. En hopelijk, oeps, tot de volgende keer.